Kattenvoer, hondenvoer. Wie vind je knapper, Jordi of Maite? Nee! Dat ben ik eigenlijk. Wat wil je dat ik ga eten anders? De kattenvoer. Nee. Maar dan hebben we weer met een gezeik en een gezeur naam. Met welk meisje heb je voor het eerst van je leven gezoend? Zou je voor 1 miljoen je YouTube kanaal opgeven? Dan valt alles eraf, Doos. Oh mijn god, is dit zo vies? 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. Is dat goed? Hallo hoor. Ja. Ja, we kunnen beginnen. Ja, oké. Okay. Ik denk even halverwege dat ze aanstaan. Oké, dan. 3. Oh, trouwens, en? Oh ja, en? Wacht maar. Oh jongens. Ik ga nu, hè? Ja. Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En vandaag ben ik met Jordi. En dit is de tweede aflevering van Happen en Verklappen. Dus, verklappen. Happen of verklappen. En wij hebben weer super lekkere hapjes voor ons staan. Nou ja, vertel wat we allemaal hebben. Een pepertje. Wat is dit? Wasabi. Wasabi. Gedroogde. De wormen. Ja, dat zijn een soort van wormen. Oké. Gember, chili saus of zo. Chinesaus. Kattenvoer, hondenvoer. Koffiepoeder. Nou, super lekker natuurlijk weer allemaal. We gaan een vraag aan elkaar stellen. En stel je wil die niet beantwoorden, dan mag de ander voor jou bepalen wat je moet gaan eten. Oké, nou, zullen we beginnen? Ja. Oké, steek even je schouder. Oké, 3, 2, 1. Shit, spannend. Wie is de meest verrassende celeb BN'er die ooit in je DM slide of gesliden? Gewoon dat je dacht van oh. Oh zo. Nou die durf ik wel te beantwoorden. Maar moet ik wel even nadenken. Maar is het wel? Is het een bekend? De meest verrassende. Dus wie dacht je, waarom zit deze nou hier? Zo, dan moet ik echt even nadenken. Oh, je mag een hapje hoor. Ah, oh, ik maak alvast dat klaar hoor. Nee, wil je niet dat ik ga eten? Ik weet ook überhaupt niet wie er allemaal in me... Nou, nu nog een antwoord, of niet? Oh, misschien Femke Minus, denk ik. Ik weet niet wie het is, maar... Weet je niet? Ja, dat denk ik. Oké, dat is het antwoord. Daar ben ik er heel goed van afgekomen. Oh. Heb je ooit iets gestolen? Oh, nee? Nou, niet iets groots. Maar dan wel? Ja, snoepjes bij de kruisgat en zo. Sorry. Wie vind je knapper, Jordi of Maite? Nee! Dat ben ik eigenlijk. Oké, volgende vraag, want ik ben het. Ja, weet ik veel. Jij bent toch een jongen en een meid is een meisje. Dat is toch dat kan je toch niet echt bepalen dan eigenlijk. Wat wil je dat ik ga eten anders? De kattenvoer. Nee. Oh nee, we gaan draaien en welke bij jou komt, die ga je eten. Nee. Jij doet ook gelijk weer je eigen regel. Kijk, nu is zo. Oké. Okay. En dan is het dus die. Ja, want ik weet het ook niet. Oké. Nee! Zo. Iets meer. Nee. Doe dan. Oh, het valt wel mee. Oh. Is het heet? Het is zo raar. Het gaat helemaal. Oh ja, het gaat helemaal. Maar het is niet super vies of zo. Stel je wint een reis naar Curaçao en je moet één familielid thuis laten. Wie mag er niet mee? Wie jij thuis bent. Nee, echt? Echt? Zo! Nee. Dan wil jij mee. En wie zou ik dan thuis laten? Maite of mama? Dan zal ik even een mooie over nadenken. Ga je wel beantwoorden? Dan ga ik Maite thuis. Nee, echt? Ja! Hoezo? Nou, dan hebben we nog wel weer. Anders zitten er nou eens drie, hè? We hebben al niet een ouder of zo. Is dat leuk? Nou, een ouder, je bent bijna 21, man. Ja, maar dan kan allemaal even alles regelen. En maar dan hebben we weer met een gezeik en een gezeur. Nou, nog wel een keer thuis. Oké, ben je op dit moment verliefd? Oeh! Ja, nee. Nee, dat was kort. Met welk meisje heb je voor het eerst van je leven gezoend? Ik weet niet eens hoe ze heet. Je was een beetje dronken, denk ik. Toen was ik met Dion mee op vakantie. Oh. Dus
Zit ik in de vierde, in de derde of zo? Tweede? Maar ik weet niet. Maar je weet niet hoe ze heet. Je hebt er ook daarna nooit gezien. Wie van Jordi's vrienden is echt een eikel? Ja, dan kan ik me niet meer antwoorden. Ja, maar dat weet ik ook echt niet. Oh, ik denk dat er nog een paar eikels tussen zitten hoor. Nee, dat heb ik niet. Zo, geen katten voor. Deze. Ja. Peter, ik dacht echt dat ik katten voor. Mag ook? Oh. Oh ja. Jezus. Lekker hoor. Het is. Wat was het nou? Wat had het net al gezegd? Ja, dat gaat niet van je vork vallen. Geen chili, maar iets anders roods heet. Wat is dit ook weer? Oh. Hé? Hey. Even melk hoor. Even melk. Jongens, kleine paniek. Oh, dat is geen melk. Oh. Dit is wel erger dan die. Ja, volgende vraag hoor. Volgende vraag. Waar irriteer je het meest aan bij mij? Ja, deze durf je dat wel. Dat nooit met mij wil knuffelen. Is dat een grote irritatie? Echt. Wat moet ik anders in je vragen? Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk. En dan zegt ze altijd, ik heb nu eventjes geen zin. Ik wil nu eventjes niet. Maar ik heb nog nooit gehoord, oh ja, ik heb nu wel eventjes zin. Ik wil nu wel even. Dus ja, dat vind ik dan een grote irritatie. Wat is anders irritant dan? Nou, dat is niet echt een irritatie. Vertel nou. Dat jij altijd denkt dat je alles goed kan. Hoezo is dat nou weer een irritatie? Ja, dat is geen irritatie. Maar denk gewoon, nee Sam, dat is gewoon niet zo. Ja. Nog een ander, misschien. Zo is het blijven met nog gaan, jezus. Dat weet ik niet. Oké. Okay. Ik heb er al twee genoemd, dit is genoeg. Ja. Zou je voor 1 miljoen je YouTube kanaal opgeven? Dus dat die niet meer bestaat ofzo? Oh. Voor 1 miljoen euro. Ja, dat durf ik wel te beantwoorden, maar dat is wel gewoon een hele lastige vraag. Ja, dat moet je wel. 1 miljoen, dat is wel echt heel veel, hè? Ja, ik denk dat ik het wel zou doen. Echt? Maar dan kan je dus ook nooit met YouTube. Of kan je nee, maar dan heb ik bijvoorbeeld wel Instagram. Nou, dan ga ik daar bijvoorbeeld een beetje video's of zo. Stel, ik vind dat leuk. 1 miljoen, gast? Ja, ik weet niet. Maar dan kan je dus voor de rest niet meer... YouTuber. Nee, het is niet dat je nooit meer op social media of zo. Je hebt wel gewoon nog Insta en zo. 1 miljoen, hè? Dat is echt heel veel. Ik had denk ik wel gedaan. Ja? Ja, ik weet niet. Ik denk wel. Ik denk niet. Nee? Als het nu, als je het echt nu zou krijgen, als hier nu 1 miljoen zou liggen. Ja. Gewoon over 5 hebben we het dan ook niet. Ja, dat is echt lastig. Nou, of misschien ook wel niet. Goeie. Nou, ik denk eigenlijk dat ik het niet zou doen. Oh, nee, nee, niet. Nee. Nee. Nee, denk ik niet hoor. Ja, lastig. Ik denk het toch niet dan. Allerlaatste vraag. Wat was de laatste keer dat je hebt gelogen en waarom? Jezus, wat een vragen. Ga je hem beantwoorden? Nou, ik moet ook wel een keer wat eten eigenlijk, hè. Ik weet het ook gewoon niet. Weet je niet? De laatste keer, dat zou wel een leuke vraag best wel zijn, toch? Ja, waarom? Ik mag gewoon uitkiezen, toch? Nee, nee. Oh ja. Maar nee, dat is leuker. Ja, dat is spannend. Ja, je hebt het lekker traag. Oké, even harder. Ja, dan valt alles eraf, doos. Ja, dan valt alles eraf, doos. Oh, waar is de kattenvoer? Oh, die staat er nog op. Gember. Nee, dat is de gember. Dat heb ik dus vorige week ook al gegeten. En dat is echt zo vies. Echt? Ja, dat is echt... Hoezo heb je dat gedaan? Ja, we hadden toen bij ding een drankje, maar er zat gember ook in. Toen zei iemand van, Mart, moet je even een keer een aapje nemen? Toen heb ik dat gedaan en nou, ik heb het uitgespuurd. Zo groot, hè? Dit krijg ik niet weg, hoor. Nee, maar gewoon een kauwe erop. In je mond stoppen en kauwen. Maar dan moet ik het wel uitspugen, want ik ga het niet doorslikken. Ja, maar je moet het wel echt... Ja, ik ga het wel echt kauwen, ja. Ja, je mag niet in één keer. Het ruikt wel lekker, dat is ook zo raar. Lekker? Vind je het lekker? Het ruikt gewoon lekker zoet. Nou, ik vind het niet heel lekker ruiken. Oké, misschien niet heel lekker, maar het is ook niet vies. Moet ik daarin spugen? Ja. Heel. Wat naar. Oh mijn god, dit is zo vies. Dit is echt normaal. Nou jongens. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Moet je denken. Ja. Tot de volgende keer.